Vannacht slaap ik op het onbewoonde eiland De Hompelvoet. Een voormalige zandplaat die na de afsluiting volledig is drooggevallen. Net als de Veermansplaat. Nou, dan zetten we voet op... De Hompelvoet. Op De Hompelvoet. Ook een voet. Daar gaan we. Ja. Dit is jouw eiland, hè? Ja, dat is het, hoor. Dus kun je wel zeggen, een beetje van mij. Ja, een beetje van Kees. Want Kees houdt al 41 jaar bij wat er op De Hompelvoet leeft. Zullen we even de luiken open moeten doen? Oké, luikjes open doen. Dus kijken. Nou, dan zie je het hier ook. Ja, geweldig. Ja, het is fantastisch. In elk geval, je kunt naar alle kanten uitkijken. Dat is altijd... Na het opzetten van ons kamp is het tijd voor een echte Zeeuwse maaltijd. Ik heb nog wat zeeaster, oftewel lamzoor, meegenomen. Wat ik er ook nog door kan doen als Zeeuwse toets. En bij een maal van Kees de Kraker horen wat van zijn mosselen. Even mosselen vangen voor het avondeten. En Kees zei, onder de aan de boei zit een hele tros. Oh ja. Nog maar een paar. Alleen de grote. Jonge, jongen, heerlijk. Grevelingen. Kijk eens, heb je ze gevonden? Ja, mooi zo. Mooi toch? Ja, ziet er goed uit. Eventjes een beetje klutsen. Nou, ik denk... Zo, dan zijn ze een beetje schoon. Kijk, ik zet dit pannetje op tafel. Zie je ze? Toch een paar mooie mosseltjes. Heerlijk. Dus, Nou, wat fantastisch, Kees. Ja, dat zal wel moeten blijken. Oh ja. Kees heeft zijn hompelvoet sinds het droogvallen volledig zien veranderen. Van weinig begroeid tot steeds meer begroeid. Dat er struweel wordt een bos. Dus dat karakter van wat en van slikken en getij, dat is verdwenen in feite. En met de komst van het bos kwamen de roofvogels. Die aten de jongen van de kokmeeuwen op. Waardoor uiteindelijk veel watvogels verdwenen. Daarachter, dat was de kokmeeuwkolonie. Met een kolonie grote stuiters, zeg maar. Ja, dit is nu met berenklauw, maar 10 jaar terug was het allemaal fluitenkruid. En 10 jaar daarvoor waren het allemaal wilgenroosjes. En je blijft alles maar monitoren, alles maar waarnemen, opschrijven. Ja, ja. Een heel proces. Ah, nou, stekelig is het inderdaad. Is het nog lang? Nee hoor, het is niet zo ver. We zijn er. Gierzwaluwen, ja. Je ziet ze wel, maar je hoort ze niet gieren. Nee, dat doen ze hier niet zo. Hoeveel reeën zijn er nou op het eiland, denk je? Ongeveer een 15 tot 18 beesten, denk ik. Zelf gekomen? Aankomen zwemmen. En in het verleden, dus toen het struweel nog zo dicht was als dit, dat ze er helemaal nergens in konden, dan zwommen ze na een dag weer terug. Want die konden hier niks. Nee. Maar nu is het dus wat meer open. En ieder jaar komen er iets meer. Brons is voorbij, zou je denken. Want dat hele harde geren, dat gebeurt toch ook wel in de brons dan? Ja. Ja, aan het schrapen. Ja, met schrapen, ja. Ja, knokken.
Ja, wat mooi. Wat een mooie avond, hè? Ja. Paarden zijn er lekker bij gaan liggen. Het plan om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen is goed voor het onderwaterleven. Maar Kees maakt zich wel zorgen om de broedende vogels langs de waterlijn. De huidige broedplaatsen voor kustbroedvogels die verdwijnen. En voor... Want daar komt water op te staan. Ja, die komen onder water en daar komt geen nieuwe plek voor. Er zijn eilandjes die geheel onder water gaan en dan kunnen ze niet meer broeden. Ook belangrijke soorten strandplevier, kaal slik nodig, dat zal er minder zijn. Wat deze broedvogels kan helpen is het opspuiten van zandeilandjes. Ja. Veel plezier in de Grevelingen. Dankjewel, Kees. Bedankt, Kees.